bent nu op dreef, Daan. Kom op, ga door. Goedenavond, ja, hallo. Ja. Nou, ja. Staat er al voor te bereiden, maar dan laten we gewoon erin gaan. Ja, hè? Ja, zonder van de tijd. En het is weer, we zijn weer een week verder. Vrijdag. Ja. Er is alweer een week voorbij. De tijd gaat snel. Ja. Maar de awakening gaat op een traag tempo voorbij. De wereld is echt gek geworden. Echt gek geworden. Als je er vanaf een hoog niveau naar kijkt, dan heeft het allemaal met elkaar te maken. Maar waar je ook kijkt op dit moment, het is dat mensen nog het idee hebben dat dit een normale gang van zaken is, kan toch bijna niet. Maar goed, ik weet zelf hoe het werkt. Dat kan dus blijkbaar nog steeds. Het gebeurt. En ik hoop, dinsdag is de dinsdag toch, hè? Persconferentie. Van de week werd er een proefballonnetje opgelaten van luister, laten we alleen de ongevaccineerden even aanpakken. Toen dacht ik van yes, kom erop. Maar ik zag vandaag weer een berichtje in het AD. Dat ze dat niet doen. Ja, er is vandaag overlegd inderdaad. En er wordt gesproken over die QR-code op meerdere plekken gaan handhaven. Dat die melkcorvid voorschijn wordt gehaald, 1,5 meter. Het is ongelooflijk. En wat ze nu ook zei, niet zozeer meer geld naar BOA's, maar gewoon meer geld naar de horeca. Want dan kan de horeca zelf gaan controleren. Ja, daar is de horeca was echt heel blij mee. Ja. Maar nog steeds niet geld naar de zorg. Naar meer ziekenhuisbedden. Dat is dan weer vreemd. Eigenlijk is het niet vreemd. Omdat de zorg het net zo druk heeft als andere jaren. Ja, daar is gewoon eigenlijk. Dat zeg ik verkeerd. Want ik zag van de week een artikel. Of hoorde van de week van iemand. Die zei van. Een paar jaar geleden was de zorg 14.000 man onder bezet. Nu volgend jaar 75.000 man eigenlijk. Te weinig mensen in de zorg. Ja, structureel. En daar wordt al heel lang niets aan gedaan. En dat kunnen we in de schoenen van de ongevaccineerden schuiven. Maar dat gaat niet lukken. Nee, de chaos en de massahypnose die doorgevoerd wordt in de media is echt ongekend. Ik heb er gisteravond een filmpje over opgenomen. Dat zorgt ervoor dat veel mensen ook hun niet helder meer nadenken. Hè? Als er toch maar iemand de schuld kan krijgen, dan is het menselijk ego echt het meest gevaarlijke wapen wat er is. Ja. Want als we toch iemand kunnen beschuldigen, dan hoef je zelf niet te voelen, niet te reflecteren, niet na te denken. Ja, en daar wordt gewoon keihard misbruik van gemaakt. Nou, en ik denk echt, ik ga het nog één keer zeggen. We zijn natuurlijk al heel lang bezig. Heel veel mensen die ons volgen, die zien, die snappen dat ook weer. Maar jongens, we mogen niet meer het woord coronamaatregelen gebruiken. Dit zijn geen coronamaatregelen. Wat er gedaan wordt, is dat het social credit system wordt ingevoerd. Dit zijn controlemaatregelen. Dit heeft niets, maar dat ook niets meer met, zelfs niet eens met vaccins. Nou goed, daar zit de technologie in die het allemaal ook nog mogelijk gaat maken. Maar dit is het slavensysteem wat doorgevoerd wordt. En als je compliant bent aan de QR-code, doe je daaraan mee. En daar komt het gewoon op neer. Ik wil echt iedereen oproepen om keihard ongehoorzaam te zijn deze week. En wat voor maatregelen er ook komen, we gaan er niet aan meewerken. Want het is echt tijd om op te staan. Vind je niet? Nou ja, maar dat vinden wij al langer. Dat vinden wij al 1,5 jaar, 20 maanden. Je hebt momentum nodig. En nu is er weer zo'n moment. Kom, ja. Nogmaals, dinsdag zitten we weer met z'n allen. Nou, we niet. Maar sommige mensen gekluisterd aan de buis. Van, oh god. Wat gaan ze nu weer zeggen? dat merk ik ook bij mensen die dan nog steeds wel meegaan in het systeem. Ze hebben het niet meer over. De meesten zijn bang voor boetes, voor van alles en nog wat. Maar niet voor het virus. Nee. En dat gaat er maar niet. Het gaat er maar niet in. Het is zo bijzonder. Maar dat is cognitieve dissonantie. Dat heb ik gisteren in een filmpje geprobeerd uit te leggen. Dat gaat over echt in basis durven toegeven dat waar jij je vertrouwen aan hebt gegeven niet te vertrouwen is. En dat is zo heftig voor mensen. Dan gaat het overlevingsmechanisme aan. En dan doen die hersenen het ook echt niet meer. Nee. Dat is wat er aan de hand is. Het is massahypnose en het is cognitieve dissonantie op dit moment.
Maar steeds meer mensen durven wel te zeggen, dit gaat nergens meer over. Hè, ik volg altijd een beetje dan de hashtags op Twitter om te kijken hoe de thermometer in de samenleving zit. Steeds meer mensen die zeggen, ja, maar nou, ik ga echt niet terug naar mondkapjes in 1,5 meter. Nee, jongens, we hebben te maken met een ridicuul lang demissionair kabinet. Als het nou toch niet duidelijk is dat dit één grote poppenkast is en dat het ja, in mijn beleving echt de bedoeling is om mensen wakker te schudden. Heb je gezien wie er op visite is in Nederland vandaag? Nee. Meneer Trudeau. De Canadese president is bij onze meneer Rutte op de koffie. En in het nieuws werd gezegd dat is om iets over klimaat te... Nou, dat is al een hoax, dus dat lijkt me sowieso al een fabeltje. Maar weet je wat er op dit moment in Canada ook speelt? Een soort toeslagenaffaire. Ook daar wordt op dit moment besloten of de gezinnen die benadeeld zijn, waar ook kinderen uit huis zijn geplaatst, doordat er grove fouten gemaakt zijn door de regering, hoe daarmee om te gaan. Die mensen krijgen vandaag ook te horen. Dus waarschijnlijk zijn Rutte en, nou goed, als het Rutte nog is, Rutte en Trudeau of de twee Muppets, aan het bespreken hoe je dat doet als je een beetje lomp, slecht, satanisch beleid hebt gevoerd en er kinderen gedupeerd zijn geraakt. Maar dat is de parallel die op dit moment eigenlijk, ja, in het nieuws zou moeten zijn. Dat is toch opvallend, hè? Twee zulke grote mannen. Ja, nee, inderdaad, ik heb het niet gezien. Ik heb het echt niet gezien. Nou ja. Kijk, even toeslagenaffaire is natuurlijk ook een drama. Er zijn zoveel fouten gemaakt en mensen kinderen uit huis geplaatst. En het is echt te... Maar, ja, weet je, ik betrap me er zelf op. Ik kijk ook steeds vaker naar die Tweede Kamer. Het is wel zo, want dan komt het goed van de radio dat ik iedere dag iets wil doen. Maar ook die cognitieve dissonantie, ik dacht bij die Kamerleden, want ja, tenzij ze allemaal in het grote spel zitten, misschien is dat ook wel zo, hè? Ja. Ik zag Agema, die had een heel fel betoog, nou, wat de VVD allemaal mis had gedaan. En heb je die jongen, en die doet net alsof zijn neus bloedt, die gaat er niet eens op in. Nee. Maar demissionair, weet je, what the fuck, die maakt niet eens wat ze doen. Maar ook vanuit de Tweede Kamer, er wordt wel mooie woorden wat er wel gezegd, maar voor de rest wordt er niks gedaan. Er wordt niks gedaan. Nee. Helemaal niets. Stap er dan, maar dan denk ik van, stap dan op. Ga weg, loop weg. Ja, Houd ermee op. Met je ontzettend. Ja, ik kijk ook steeds meer. Vorig jaar waren we alleen maar met Amerika eigenlijk bezig. Hè? Nu zitten we ineens in het Nederlandse nieuws. Nou ja, je wil op de hoogte zijn, het is actueel. En nou, Amerika gaat net zo traag als hier eigenlijk. Ja. Hè? Biden doet ook rare dingen trouwens. Die heeft vandaag weer uitspraak gedaan dat alle mensen die benadeeld zijn rondom het grensgebied, alle vluchtelingen, die krijgen een compensatie. Maar mensen worden niet goed in Amerika. Die liggen aan de geelhonger daar. En nou ja, goed, ook dat, jongens, het is allemaal bedoeld om het vertrouwen kwijt te raken in de overheid. Nou ja, trouwens ook nog een leuke opmerking voor mensen die, om je te beschermen tegen die hurricanes. Moet je een vaccin nemen. Ja, het is bizar. Ook daar, nou ja, wij denken dat we in een rare poppenkast leven, maar daar is het ook echt van de gekken. Ja. Daar is vandaag dat grote protest van de brandweer, hè? Want daar is het vaccin verplicht gemaakt voor politie- en brandweerlieden, anders zit je onbetaald thuis. Maar goed, in Nederland gaat het daarover. Dat werkgevers hier ook straks misschien mogen zeggen dat QR-code verplicht is. Ja, jongens, tot hoever laten we het komen? Laten we het komen? Ja, precies. Ik hoop het. Kom erop. Ik heb geen baas. Ja, Heidi. Maar voor de rest niet. Maar ik hoop het. Kom erop. Want die bedrijven, en dan het personeel massaal weglopen. Gewoon gaan. Weg. Maar dat is het. En nou ja, we hebben het al eerder gezegd, evolutie, geen revolutie, hè? Revolutie, jongens, dat is binnen het systeem. Dan komen er weer andere puppets en dan zitten we aan het volgende spel vast. Geen revolutie, we hebben evolutie nodig. We moeten iets hogers, iets anders. Dat kan alleen als van onderaf iedereen weer op gaat staan.
Als je in het onderwijs werkt, dan ga je daar zeggen hoe belachelijk het is. Als je in een bedrijf werkt waar met die QR-code gewerkt gaat worden, weiger het. Je bescherm je kinderen. Maakt niet uit waar. Iedereen heeft zijn dingetje te doen op dit moment. Ja. En alleen dan gaan we deze podcast stoppen. En het heeft zover moeten komen. Ja, en kijk, en dat is ook zo met die evolutie. Evolutie gaat heel geleidelijk aan. Je hoeft nu niet de oplossing te hebben voor het probleem van volgend jaar. Onzin. Dat komt. We moeten eerst even opbouwen met deze onzin. Dat is gewoon. Dat is er. En crisis maakt wel creatief. Dus ja, laat het ook maar komen. Laat het maar gebeuren. En nou ja, als je van hoger af kijkt, zie je dat in elk werkveld op dit moment, in elk segment van de samenleving, komt er corruptie naar boven. Ook in de financiële wereld, in de gezondheidswereld, de big pharma's. Het maakt niet uit waar je nu kijkt. Overal komt corruptie naar boven. En uiteindelijk bovenin hebben we het nog steeds over hetzelfde spelletje, dezelfde namen, dezelfde mensen, dezelfde piramide. Alleen het is gelukkig nu eindelijk zover naar beneden gesijpeld dat iedereen er last van heeft en iedereen onder druk gezet wordt. En niemand kan nu meer wegkijken en zeggen, nou, het valt allemaal wel mee en we moeten even volhouden. En ja, dat zorgt voor echt wel een hoop verdeling en agressie nu. Ja. Ja, daar zullen we het mee moeten dealen. En dat is heel verdrietig. Maar ja, alleen dan kunnen we er doorheen gaan. Nee, want ook de financiële wereld, daar, die hou ik ook altijd graag in de gaten. Vind ik leuk om te zien. En die SEC XRP case. Ja, het settlement komt er maar niet aan. En nu is er nog meer corruptie op tafel gekomen over Ethereum. Goh, je had dat nou verwacht. Die hebben via de achterdeur mochten die wel. En Bitcoin ook. En nou, dan zie je die hele XRP-community er weer overheen vallen online. En vandaag dacht ik, dat is wel echt het mooie. Dat moeten we ons realiseren. Wij zijn online de mensen die in die groepen de berichten delen, die posten, die al anderhalf jaar bezig zijn. Wij zijn het nieuws geworden. Wij zijn groepen die geleerd hebben zich vast te bijten in materie, feiten boven tafel te halen, daarmee te gaan gooien en delen. En dat maakt dat er nu een kanteling komt. Dat maakt dat er langzaamaan steeds meer verschillende geluiden te horen zijn. En dat mensen zeggen, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Nou, dat is een begin. Hè? Dat is een begin. Ja. Ja. Het gaat niet snel genoeg. Voor ons gaat het niet snel genoeg. Maar even terug te komen op het crypto-verhaal. Kun je er nog een beetje iets van breien op dit moment? Of? Nou ja, waar het over gaat is dat de corruptie duidelijk wordt. Kijk, op de achtergrond, volgens mij lopen er meerdere verhaallijnen. Uiteindelijk is in mijn beleving de Fed allang geïmplodeerd. En is Treasury allang door Trump toen ondergebracht. Is de Fed allang ondergebracht onder Treasury. Ja. En is dat banksysteem allang geïmplodeerd. Parallel daaraan betekent het dat wij van SWIFT, het oude banksysteem wat vastzit aan die corruptie, over moeten gaan naar een gezond banksysteem. En dat de waarde van geld gekoppeld moet gaan worden aan terug naar ware metalen, naar goud, naar zilver, naar echte waarden, zodat we uit die luchtbel komen. XRP is altijd degene geweest die daar de juiste techniek voor had, die gecertificeerd is, die de juiste security gaf. En tegelijkertijd is daar die rechtszaak van de SEC gekomen, die XRP kwalijk heeft genomen dat het een security is en heeft gezegd, dan geldt voor jou een andere regelgeving en dan moeten we dat gaan onderzoeken. Nou blijkt dat Ethereum, daarvan is gezegd, dat is een commodity, dat is iets heel anders. En daar hebben ze keihard gelogen in de papieren, net zoals eigenlijk met andere crypto's. En daar is de SEC niet op gaan zitten. Dus er is een reden waarom de SEC heeft gekozen voor XRP. En ik denk, met mij een paar andere gekkies, Dat komt omdat XRP eigenlijk de crypto van de toekomst is. Die zit gekoppeld, wordt gekoppeld aan goud. Die zit in dat nieuwe quantum financiële systeem. Die heeft straks een ontzettende hoge waarde, omdat die een hoge utility heeft.
en straks gekoppeld is aan de waarde van goud. Om te voorkomen dat iedereen op die XRP zou springen, is gebruik gemaakt van die rechtszaak die tegelijkertijd de corruptie zou duidelijk maken. En heel veel mensen heeft het afgeschrokken om te investeren in XRP. Ja. Maar als je een beetje achter het verhaal kijkt, doe je met XRP echt, denk ik, nog steeds een goede investering als straks Swift overgaat naar een quantum financieel systeem. En wat is er dan over van het verhaal van, hey, vroeger zat ik ook in crypto, hè? Toen gingen we XRP of Ripple. Nee, Ripple was het, hè. Dat ging, dat, hey, hallo, hey, fuck the system, we gaan niet in Ripple, hè, maar Ripple is van die banken. Nou ja, maar vroeger was alles van de banken. Ja. Eigenlijk was alles kabal. Dus uiteindelijk in de historie is dat gewoon waar, absoluut. Maar net zoals de hele kabal-verhaallijn ergens overgenomen is door whiteheads, door de good guys, die onder leiding van Trump, maar onder nog hogere leiding, geprobeerd hebben de human trafficking en de corruptie bloot te leggen. Nog steeds zijn die EO's, het zijn er drie, hè? EO 3484, er zijn er drie. Die zijn nog steeds geldend. Die zijn nog steeds doorlopend. Biden en zijn administratie hebben die niet van tafel gehaald. Okay. Dus de human trafficking, de corruptie, die straks ervoor gaan zorgen dat dat hele bankenwereld en die cryptowereld ook implodeert. Daar waar er niet werkelijke assets aan verbonden zitten, ja, die gaan het verschil laten zien straks. Dus nee, wat je zegt is waar. Vroeger zat het hele cryptosysteem, er was gewoon kabal. Dat is gecreëerd door de deep state om een achterkamer te hebben om de human trafficking en... Ja, nee, klopt. Maar dan heb ik nog over vroeger, dat was vorige eeuw. Hè, toen zaten we in Bitcoin en toen dacht de meeste nog van Bitcoin, dat is het vrije, daar zijn we vrij. En toen kwam Ripple om de hoek. Maar toen werd ik wel gecommuniceerd door banken, van Ripple was straks de onderliggende transportmiddel, zeg maar, ja. voor de financiële sector. Ja. Ja, maar dat zie je nou ook, want zelfs, ik geloof dat vorige week was, wordt bankpersoneel in België, zag ik het, opgeleid om met XRP en met Ripple te gaan werken. Dus op de achtergrond is daar echt al van alles aan de hand. Terwijl die SEC case is nog niet gesetteld. Nee. Hij is nog niet vrijgegeven. Nou, en als er echt iets mis zou zijn met XRP of Ripple en de SEC zou niet settelen, dan zouden banken er nu niet al mee aan de slag zijn. Dus er speelt op de achtergrond al iets heel anders. Precies. Kijk, en dat is ook zo. Wij gaan uit dat we straks naar een ander financieel systeem gaan, het QFS. Alles gedekt door goud, in ieder geval goud, zilver, edelmetaal, in ieder geval alles iets van waarde. Ja. En in dat licht gaat een bank ook een heel andere rol spelen dan nu. En dat zie je ook al gebeuren. En ze trekken zich overal terug, hè? Al die kantoren gaan weg. Zijn er bijna niet meer. Nee. Ja. Nou ja, het blijft natuurlijk een stukje spannend, want ja, het uitrollen van de Great Reset agenda, daar lijkt het ook op, maar er gebeuren ook andere dingen. En het is ook nodig om mensen langzaam uit al die systemen los te gaan maken. Als die knop in één keer om was gegaan, nou, dan waren mensen, daar cognitieve dissonanties er niks bij. Als dat in één keer inslaat, ja, dan hakken mensen gewoon je kop eraf. Dan wordt het echt gevaarlijk. Dus daarom gaat het zo langzaam. Langzaam moeten mensen dat vertrouwen kwijtraken, terugkomen bij zichzelf. Ja, dat duurt alleen even. 2024. Oh, Peter, dat is toch veel te lang? Ja, Trump heeft aangegeven. Ja, dat is waar. Dat hij weer 2024, dames en heren. Ja. Dan kunnen we nog een paar delta's van Q uitpakken. Maar vandaag dacht ik ook weer aan hoe... Ja, ik hou van Q en de Q-drops en hoe dat helemaal in elkaar zit. En de mensen die werkelijk hebben begrepen wat voor militaire operatie en communicatie daarin zit, dat zijn wel de digitale soldiers die nu zorgen voor de verspreiding van zoveel waarheid overal.
leuk is dat je hoeft maar iets op te zien komen poppen in het nieuws nu. En bam, dan komen al die oude posts weer voorbij. En het is vermoeiend, het is herhalend, maar dit is hoe het ripple effect, het heet niet van iets ripple, van bewustwording door de hele samenleving gaat. En langzaam overal, want nou ja, in de hele financiële wereld wordt er nu hel en verdoemenis geschreeuwd. Want oh, het is corrupt. Ik denk, ja, duh. Ja. Hallo, ook goeie, ook, nee, niet waar. Ook goeiemorgen. Ja. Maar goed, langzaam ja, gaan die... Ja, ergens haken mensen op aan. En ja, wat jou het dichtst bij het hart ligt. En waaraan gemorreld wordt. Waar jouw morale kompas onderuit gehaald wordt. Ja, daar raak je het vertrouwen kwijt. En van daaruit gaan mensen verder kijken. Van nou, wat is er eigenlijk aan de hand in de wereld? Wat betekent dit wel niet? Nou ja, kijk, en volgens mij, ik kan het mis hebben. Maar ik denk dat met de Great Reset... Die hebben geen goudgedekt munteenheid nodig. Nee. Hebben ze niet nodig. Juist niet. Nee, precies. Dus juist dat. Niet. Dus iedere keer als je iets hoort van een goudgedekte munt, dan kun je eigenlijk wel stellen dat de veilige kant is voor ons. Absoluut. Ja. Want voor de deep state lag dat goud prima in de kelder van het Vaticaan en bij Queen Elizabeth. Tunnel van 1,5 kilo, ik weet niet meer hoe lang. Ja, nou ja, goed, dat is daar allemaal al lang weg. Dat is daar allemaal al lang weg. En Queen Elizabeth, die ligt volgens mij ook... Ze heeft weer afgezegd, hè, voor de komende 2 weken. Ja? Ja, nee, het gaat niet goed met haar. Ja, ik denk dat ze al lang aan de andere kant... Het zou... Kijk, ook al is er verder geen conspiracy. Het menske is dik in de 90. Het is al bijzonder. Het is al bijzonder. Überhaupt dat het nog zo vitaal is. Was. Tenminste, nee, ik weet niet van wanneer de laatste beelden zijn... Maar dus dat is natuurlijk ook... En maar dan. Daar ben ik wel benieuwd naar. En dan. Ja. Charles of de zoon. Ja, nu. Nee, dan valt gewoon het hele systeem. Dan is dat het zou gewoon... natuurlijk wel de... Ja. Nou ja, daarom denk ik dat het een kwestie van timing is. Dat ze daar nog niet met dat nieuws komen. Want de volgende stap is exit royalties. Ja. Nou ja, ja, precies. Maar kijk, de media sorteert natuurlijk al een beetje voor, hè, daarop. Er is een zogenaamd, wat de opvolger, Charles of, hoe heet die andere? Die zoon. Zijn ja, vreselijk. Hoe heet die? Ja. Het vriendje van Epstein. Ja, ik weet niet. Het is ook niet ons koninklijk huis. Maar überhaupt dat daar al over gediscussieerd wordt, is al bijzonder, want normaal gesproken, een troonopvolging is een troonopvolging, dus de zoon gaat er. Hè? Zo werkt de media. Langzaam wordt het frame neergezet, wordt de narrative neergezet, wordt er langzaam in het bewustzijn van mensen wordt gevoed. Dus ja, we kunnen wel zien waar dit heen gaat. En ja, op grote lijnen is dat precies wat er nodig is. Ook die systemen moeten vallen. De royal family... Vaticaan, de politieke systemen, de gezondheids, big pharma's. Ik zag vandaag een Pfizer heeft een nieuw logo. Heel leuk verzonnen, DNA-logo of... Niet. Een slangen? Nee, ja, het was DNA gebroken. Ah, ja, ja. Nee, helder. Ja, dat betekent verder niks natuurlijk. Nee. Iedereen zo graag mogelijk in goede gezondheid verder helpen. Transhumanisme, verdiep je er eens een beetje in, zou ik zo zeggen. Ja, inderdaad. Open, ja. Open en bloot, hè. Open en bloot, daar heb ik het er gewoon over, hè. Ik zag van de week ook, zag ik weer een of andere bijeenkomst. Er was een filmpje van een bijeenkomst van 2020. Er was een wetenschapper die zei gewoon van, luister, ook de mens, wij zijn ons systeem, onze brein is te hacken. Wij zijn gewoon hackbare dieren, zo werd dat daar in dat filmpje genoemd. Als je maar data genoeg hebt en genoeg power, computerpower hebt, dan kunnen ze alles met ons doen. Dat doen ze al. Maar... Dat is al. Maar in het vaccin waar de ziel losgeknipt wordt van de mens... en alleen het overlevingsmechanisme van de ego nog maar overblijft... ja, is dat wat je over hebt. En dan heb je het DNA doorgeknipt eigenlijk. Nou ja, kijk, dat is oud. Dat is natuurlijk al oud. Daar hadden we het vorig jaar geloof ik ook over. Volgens mij is het zelfs zo... Dus ik zal eens een keer in verdiepen. Dat als je het vaccin genomen hebt... ben je officieel eigendom van
Pfizer of Moderna of wat dan ook. Ook voorbij zien komen, ja. Want je bent, jouw DNA is veranderd. Dus je bent officieel geen mens meer. Nee, ik zie al hele foute plaatjes voorbij komen met proost op de mensen die met heel DNA 2022 ingaan. Nee, en de berichten van vaccinatieschade. Ja, ik zie er steeds meer. Echt steeds meer. Ja. Ja, nou ja, ik weet ook niet. Ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. En die derde prik komt er straks aan voor een heleboel mensen. Die gaan hem toch nemen. Wat ze nu ook zeggen. Ik weet zeker een heleboel die gaan hem gewoon nemen. Maar inderdaad, vooral met name in het buitenland hoor je echt heel veel schadegevallen. Echt heel veel. Ja. In Nederland hoor je gewoon, ja, ook wel wat. Maar niet zo extreem als wat wij horen vanuit het buitenland. Nee, dat is waar. Maar wel meer mensen nu waarvan blijkt die gewoon corona hebben, die twee prikken hebben en die gewoon corona hebben. Dus ook dat helpt in het besef van mensen dat het niet de ticket to paradise is wat zo beloofd was. Dansen met Janssen. Ja, vreselijk. Nee, ja, ik hoor gelukkig wel geluiden van mensen die zeggen, ja, nee, die derde ga ik echt niet doen. En ja, deze week is ook gecommuniceerd dat Pfizer goedkeuring heeft voor de prik voor jongere kinderen. Alarmeert gelukkig mensen. Maar ja, mijn oudste zoon is nog steeds in zijn klas de enige niet gevaccineerde. 13 jaar, hè? De enige niet gevaccineerde. Ja, ik vind het echt schrikbarend. Echt schrikbarend. Even zijn weggetje. Die QR-codes zijn gewoon te koop, dames en heren. Ik hoorde van de week een verhaal. Gewoon bij de GGD, hè? Ja. Nee, ja, ik heb ook al mijn adresjes nu. Ik kan kiezen zelfs. QR-codes, vaccinatiepaspoorten. Ja hoor. Ja, wordt allemaal geregeld. Wat een business. En dat zijn de... Ja, nou ja. Van de week hoorde ik verhaal. Gewoon bij de GGD. Hey. Goed gedaan. Ja. Nou goed. Dames en heren. Maak je op voor wat pret volgende week, wat de social credit maatregelen ook gaan zijn. Laten we er met elkaar niet aan mee gaan doen en laten we opstaan en nee zeggen. Waar je ook bent, je krijgt de kans om in het klein jouw ding te doen. Ja. En voor je vak, voor je kinderen, voor je gezin, voor je vrijheid op te komen en hier niet aan mee te doen, om nee te zeggen. Gewoon niet doen. Ook niet eens zo'n ding kopen. Wat een onzin. Maar dat is, ja, nogmaals, we vallen in herhaling. Maar dat is dat het gaat er bij mij gewoon niet in. Dus mensen wachten op dinsdag. Hè, daar wachten we op. Ja. De jongen heeft gezegd, Rutte heeft gezegd, we moeten masker. Ja, wat kunnen we doen? Ja. Dan denk ik, hou dan toch op met die onzin. Ja, nee, we kunnen heel veel doen. En zeker als we met elkaar nee zeggen en niet in deze gekte meedoen. Nee, stoppen. Gewoon stoppen. Klaar. En nou ja, mensen moeten niks, maar ik zou me een beetje gaan verdiepen in het autonoom zijn. In het, hoe simpel het is. Het is zo, weet je, je hoeft helemaal niks aan te vragen. Ik heb eigenlijk een goede video gemaakt. Ja, met Jeroen. En, ja. Dus kijk ernaar. Ja, je hoeft helemaal niks, maar goed. Het is wel handig als je het weet, in ieder geval. Nou, zeker. Ik denk dat dat een goede tip is. En ik zou zeggen, ga lokaal wat adresjes zoeken om, als er QR-codes op supermarkten komen, zie ik wel gebeuren, dat je lokaal aan je producten kan komen. Zorg dat je wat lijntjes uitlegt bij mensen. Ja, stalletjes voor die supermarkt neerzetten. Oh, gezellig marktje weer maken. Dan neem ik drinken gewoon koffie. Ja. Ja, we moeten er ook maar een beetje om lachen, anders word je er heel erg zuur van. Ja. We moeten er doorheen. We moeten er wat van maken. Ja. En wat trouwens ook opvallend nieuws was, is dat Adolf, die heeft ook een QR-code gekregen. En de overheid doet serieus een onderzoek hoe dat kan. Nou, jeetje jongens, echt overheid en... Wow, hè? Ja. Nee, het niveau, ja, alsjeblieft. Ja, zet de tv af en toe lekker uit en kijk er niet naar. En ga wat leuks voor jezelf doen. Maak het thuis gezellig, zodat je gezellig de winter doorkomt.
zodat je genoeg eten in huis hebt, want de crisis aan toevoer, volgens mij gaat die beginnen. Ik zie al wat lege schappen hier en daar. Dus ja, ik denk dat we een beetje gekkigheid ingaan. Maar dat moet maar, want het zal andere mensen hopelijk ook wakker gaan schudden. Het moet schuiven. Er moet iets gebeuren. Ja, het moet. Ja. We moeten er doorheen. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Nee. Nou, ik wens iedereen een fijn weekend. Ja, ik ook. Dan ik ook. Ik denk, nou, we zijn klaar, dus begrijp ik. Nee, is goed. Ja, nou, ik toch? Ja, nee. Ja, goed. Heb je nog leuk nieuws? Nou, het leuke nieuws is dat we met ons... moet ik het zeggen? Ja, ik ga het toch zeggen. Ja. Ja, zoals wij al zo lang roepen, dat we ergens mee bezig zijn met een platform. Maar we hebben een social media platform, hebben we. Die is nu in de testfase, dus dat ding is echt... We kunnen er nu echt in, we kunnen hem testen. Ja. Ik ga een paar mensen vragen nu om te testen voor ons. Want dat moet even goed door en door getest worden. En dan kan straks iedereen, nou niet iedereen, we gaan niet iedereen toelaten. Hè? Jawel, we houden van iedereen. Nee, gevaccineerden komen er bij ons niet in. Nee hoor, iedereen is welkom. We gaan er iets moois van maken. Nee, dat is echt, we hebben een engel op ons pad gekregen die al een paar dagen voor ons keihard aan het werken is. En ja, dat is echt heel, ja, echt fantastisch. Ik weet niet hoe vaak ik al dankjewel heb gezegd. Ja, nee, we zijn heel blij. Ja, ja. Met Jan ook. Ja, echt super. En dan nou, en een andere, ik heb ook iemand voor de radio website gemaakt nu. Die is ook zo goed als klaar. Dan kan ik die ook promoten. Super makkelijk, handig. Dan er staat een player op en die kun je ook aanklikken. En nou, helemaal top. Er komt weer beweging, Daan. Ja. Ik heb mijn boek in eigen beheer genomen nu. Dat is ook goed nieuws. Ik ga dit weekend alle mensen die op mijn boek zitten te wachten, kan ik eindelijk daar een boek gaan sturen. Ga ik persoonlijk een briefje bij schrijven. En dan ga ik een tweede druk doen, want de vloek moet hier een beetje vanaf. En ik heb toch een advocaat in de hand moeten nemen, want ik zal de uitgeversnaam niet noemen, maar... Lijkt op een stripfiguur met een gestreepte broek, veel te dik, vet, vatsig, met een kleine mannetje ernaast. Die willen niet gewoon niet meewerken. Ja, en ik heb echt geprobeerd heel vriendelijk eruit te komen. Maar, nou, dan doen we het anders. Ja, dat is echt niks voor mij, maar het moet. Het is, het moet. Nou moet het maar, ik deed het lang genoeg nu. Ja, niet leuk, maar we moeten door. En dus het oude boek... En als je erop zit te wachten, komt het naar je toe. Nieuwe boek gaan we... En het is alleen maar met een nieuwe kaft en een nieuwe titel. Want er komt een ander ISBN-nummer. En dan ga ik lezingen inplannen. Dus dan kom ik naar je toe deze winter. Een soort van house party, zeg maar. Ja, nou, dat zou best wel eens kunnen dat de tour gaat worden. Want alle grote locaties die wij benaderen, die haken toch allemaal stuk voor stuk af. Hè? Inderdaad, het wordt een lastige. Het wordt een lastige. Ik denk dat misschien moeten we die maar even laten varen. En morgen hebben we nog een kans. Heb jij nog een kans? Ik ben morgen ergens. En dan laten we dat maar varen, want het kost best veel energie, veel tijd. Ja, ik zou vandaag naar de andere kant van het land gaan om ook een locatie te bezoeken voor een grote bijeenkomst. En ook op het laatste moment trekt iedereen zich toch terug en spannend. En hoe moet dat dan? En hoe gaat dat dan met die QR-code? Nou, niet. We geven gewoon house parties. Kijk, sommige mensen doen lingerie parties. Nou, jij doet gewoon iets met boeken. Ja, met boeken en inspiratie en evolutie, hè? We moeten mensen aan elkaar verbinden. De juiste partijen. Maar het gaat zichzelf allemaal uitwijzen. Dat weet ik echt zeker. Dat weet ik echt zeker. Kijk, en die fase zitten we allebei ook wel een beetje nu. Laat het maar even gaan. Ja. We hebben ons zeker een half jaar lang gigantisch lopen opfukken. En het heeft ons niks gebracht, maar er ook niks. Nee, het moet ontspannen naar. En het kiest zijn eigen tempo. En wij gaan op die flow gewoon mee. Ja. En dat gaat helemaal goed komen. Hey, hartstikke leuk. Ja, en jij bent ook nog even bezig met een nieuw huis. Dus je hebt het hartstikke druk dit weekend weer. Ja, maar ook het huis is bijna klaar. Nou ja. De aannemer is bijna klaar. Kijk, en dan gaan wij nog. Ja. En inmiddels, en dat is ook wel weer zo. Kijk, niets gaat voor niks. Dit toeval bestaat niet. En we zijn weer iemand tegengekomen vanuit een groep hier in de buurt. En die man die blijkt dus interieurs
interieurarchitect te zijn en met echt, echt heel hoogstaand spul. En die wil ons zo graag helpen. Nou, ik zal hem wel moeten betalen. Hij kijkt als het goed is, kijkt hij wel. Dat is een hint. Nee. We gaan niks gratis, dat gaan we niet doen. Maar leuk, weet je. Dus, leuk. We hebben weer wat om naar uit te kijken. En inderdaad, we zullen toch onszelf een beetje moeten vermaken, denk ik, de komende paar maanden. Nou, is zo. Ja, ik ben morgen zit ik een hele dag bij een dag van Bayuna. Ja. Het is, ik ben een beetje vriendjes met Bayuna. En word hier en daar een beetje gesponsord en gedaan. En ben van Paul, ga ik wat mooie programma's samen ook opzetten. Ben ik ook van plan om een mastery-programma, Mastery of the Body, op te zetten. Maar ook ben ik aan het kijken of het leuk is om mijn eigen team aan professionals om me heen te gaan creëren. Want ik verwacht, als de knop straks omgaat, dat heel veel mensen steun en awakening en transformatie nodig hebben. Ja. En mentaal, emotioneel en fysiek. Dus misschien dat ik mijn engelenteam uit ga breiden. Maar goed, niet te snel de zaken vooruitlopen. Maar ik ben ook met allemaal leuke dingen bezig. Ja. Nou. Gaan we allemaal doen. Ja. Hey. Stap voor stap, dag voor dag. Ja, nee, maar dat is ook zo. En het komt goed. En dat zeg ik ook wel vaker. Afgelopen week gelukkig wel weer. Ik heb het ook wel zwaar gehad hoor. Een paar dagen. Jeetje man. Maar goed. De energie is ook echt heftig. Er komt een solar storm aan. Dat is ook nog wel leuk om te zeggen. Zondag, precies met Halloween. Hè, vanaf december zijn een paar van die solar flashes geweest. Nu komt er ook weer een hele heftige. En dat betekent gewoon dat er echt gewoon zonnepieken aan licht en energie in ons veld komen. En ja, je kan het niet zien, maar je kan het wel voelen. Ja. Dus als je veel prikkels voelt, onrust voelt, hoofdpijn, slecht slapen, kan het lijken alsof je een virusje hebt, maar er spelen ook andere, hogere energieën die ervoor zorgen dat ook dat ontwakingsproces en die transformatie van ons allemaal doorgaat. Maar dat kan zeer pijnlijk zijn. Ik heb er zelf ook echt last van. En daarom zijn ze natuurlijk zoveel weer aan het sproeien de laatste tijd. Want er is weer gekhuis. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, er speelt van alles. En ik zag, weer een zijsprong. En ik zag veel militairen afgelopen week tussen Amersfoort en Assen, geloof ik. Echt veel militairen. En het leek erop. Het leek erop dat allemaal vrachtwagens waren met aggregaten. Oké. Nou ja, zou ook goed nieuws zijn. Ik heb hier weer meer helikopters. Het is een tijdje stil geweest. Ik zit tussen Den Haag en Rotterdam in. En op het moment vliegen ze de hele tijd over. Ja. Dus ja, er is beweging en er zijn meer dingen aan de hand dan wij op Wabeltjeskrant zien. Weten we inmiddels wel. En er is meer aan de hand. Dus laten we het in de gaten houden. Zorg allemaal goed voor jezelf. Yes. En we zien jullie snel weer. Een fijn weekend. Een fijne avond. Doeg. Doei.